Goedenavond allemaal, welkom allemaal, welkom bij deze webinar over Unitsky String Technologies, mede mogelijk gemaakt door SkyWorld Community. Mijn naam is Ulk Kerjic, ik ben officieel spreker voor SkyWorld Community Nederland, of tenminste voor Nederland moet ik zeggen. Daarnaast ben ik professioneel gebruiker van de applicatie AdverHunter. En AdverHunter is een speciale app waarmee je visualisaties kunt creëren van Unitsky String Technologies, zodat je dat aan mensen en dergelijke andere partijen kunt laten zien. Ik zal aan het einde van mijn presentatie wat visualisaties met jullie delen, zodat jullie ook een goede indruk krijgen. Unitsky String Technologies is eigenlijk een idee wat ruim 40 jaar geleden is ontstaan. En dat is ontstaan omdat de geestelijk bedenker, CEO of general designer Anatoly Unitsky verschillende situaties voor zich zag. En hij zag ook een visualisatie voor zich van dat onze aarde zou veranderen in rap tempo. Nou, inmiddels kunnen we alleen maar stellen dat hij daar gelijk in heeft gehad. Op dit moment zijn er verschillende bedrijven die iets bedenken waarbij ze de opwarming van de aarde een stukje tegen kunnen houden. Of waarbij ze de aarde een stukje kunnen helpen. Maar eigenlijk kan niks van alle ideeën tippen aan het idee van Unitsky String Technologies. En hij heeft er ruim 40 jaar over gedaan om te komen waar hij nu is. Nou, en wie is dan Anatoly Unitsky? Anatoly Unitsky is op het westelijk halfrond nog steeds een groot onbekend persoon. Maar hoe oostelijker je gaat, hoe bekender Anatoly Unitsky is. Anatoly Unitsky is een engineer. Heeft verschillende artikelen geschreven. Heeft ook verschillende uitvindingen gedaan. En voor die uitvindingen heeft hij ook verschillende onderscheidingen gekregen. Al zijn werk, wat hij naast Unitsky String Technologies aan het doen is, dat heeft hij ook op zijn persoonlijke website vermeld. Daar zal ik later ook wat meer informatie over geven. Maar zo zie je dat Anatoly Unitsky eigenlijk een zeer bekend en gerenommeerd persoon is. Nou, dit is dan Anatoly Unitsky in een iets recentere foto met een van de vele certificaten die hij inmiddels heeft weten te vergaren. Het is heel goed om jezelf voor te stellen dat alles wat hij ontwerpt samen met zijn team van ingenieurs, dat het ook beschermd moet worden, dat het ook getest moet worden, zodat uiteindelijk er een product kan komen wat beslagen ten eis de markt zou kunnen betreden. Nou, dit zijn nog een aantal meer certificaten die hij in de loop der jaren heeft weten te vergaren. Dus al met al is het aan de ene kant volledig beschermd en aan de andere kant zijn alle uitvindingen die hij heeft gedaan. En dan kun je denken aan de modules en aan de verschillende type stringrails zijn gecertificeerd en zijn dus ook beschermd, zijn ook veilig bevonden. Dus eigenlijk al met al zie je dat er een weg wordt bewandeld waarvan ik alleen maar kan onderstrepen dat het op dit moment de enigste juiste weg is. En dan vraagt men zich af van hoe staat het dan met Unitsky String Technologies in Europa? Wat maakt nou dat ze niet in Europa zichtbaar zijn? Waar heeft dat nou mee te maken? Nou, dat is eigenlijk een heel complex verhaal. En om dat complexe verhaal heel simpel te maken, overheden worden eigenlijk geacht om met verschillende fabrikanten afspraken te maken om daar ook de producten van af te nemen. Dus als nieuw komen op wat Unitsky String Technologies nu nog steeds is, is er heel weinig ruimte. Dus Unitsky String Technologies is eigenlijk gebaat bij private instellingen of bij overheidsinstellingen die zijn concept zien zitten. Wil dat zeggen dat de Europese Unie er niet van op de hoogte is? Jazeker wel. Als we kijken naar het certificaat rechtsonder op ons scherm, het is wel iets klein, dan zien we een ja-vinkje en dat certificaat is afgegeven door de autoriteiten in België. Dus dit is vooral de Europese Unie, die houden huis in België, om maar zo te zeggen. Daar zijn ze gevestigd en die hebben dus zo'n certificaat afgegeven. Dus zij zijn wel degelijk op de hoogte van het bestaan van Unitsky String Technologies. Nou heeft Unitsky String, of nou heeft Anatoly met zijn bedrijven in de afgelopen periode heel veel certificaten binnengekregen en verworven. Ik heb een aantal certificaten in mijn presentatie waarvan ik denk dat het ook de belangrijkste certificaten zijn. En dit is één certificaat waarvan ik het idee heb, nou dat is wel belangrijk. En dat geeft aan dat dit bedrijf een bona fide bedrijf is. Dus dat wil zeggen dat bedrijven wereldwijd met een gerust hart zaken kunnen doen met Unitsky String Technologies. Daarnaast is Unitsky String Technologies inmiddels verheven van een normaal bedrijf naar een wetenschappelijk bedrijf. Dus dat betekent dat alles wat zij dan ontwerpen, bedenken en testen, dat het op wetenschappelijk niveau bevindt. Dus al met al hebben we nu te maken met een wetenschappelijke organisatie. En eigenlijk is het alleen maar beter voor de weg die Unitsky bewandelt samen met zijn werknemers. En wat is dan Unitsky String Technologies in de realiteit? Als we kijken naar de foto aan de rechterkant van jullie sheet, dan zien jullie
pilaren in de grond. En daaroverheen zien jullie een horizontaal gespannen spoorconstruct. Nou, het grote voordeel van Unitsky String Technologies is dat het vele malen lichter is. Maar ook dat het vele malen minder ruimte in beslag neemt op de begane grond. Zoals we op de foto kunnen zien, is er nog steeds ruimte over voor gras. Dus het zou kunnen betekenen dat dieren zonder enig probleem van de ene kant naar de andere kant kunnen lopen. Zonder dat ze worden geraakt door voorbijkomend verkeer. Nou, wat zou Unitsky String Technologies kunnen betekenen? Een goedkopere manier om te reizen van A naar B. Een goedkopere manier om te bouwen. De kosten zijn eigenlijk vele malen goedkoper dan dat wij nu gewend zijn. Het is ook een efficiëntere manier om te reizen, ook voor transportgoederen. En die lijst kan ik eigenlijk alleen maar langer maken. In het verleden en eigenlijk nog steeds heden ten dagen proberen ze systemen te realiseren die eigenlijk iets weg zouden kunnen hebben van Unitsky String Technologies, maar die dat uiteindelijk in de verste verte niet zijn. We hebben natuurlijk wel te maken met dat de aarde opwarmt, maar die opwarming wordt ook veelal veroorzaakt. Dat is gewoon een gevolg wat het iets meer stimuleert in een negatieve zin, om maar zo te zeggen. Maar door steden die eigenlijk gigantisch aan het groeien zijn. Sommige steden die lijken heel modern, maar die zijn nog steeds betiteld als derde wereldsteden. Dus die hebben zich ook niet te houden aan verschillende situaties waar wij onszelf hier in Nederland, dat is het land vanuit ik nu spreek, waar wij ons wel aan moeten houden. Denk bijvoorbeeld aan de stikstofsituatie. In een hele hoop steden is dat niet aan de orde, omdat die eigenlijk anders zijn gelabeld. Dus als we dan kijken naar de twee onderste sheets, dan zien we eigenlijk bestaande verkeerssituaties, hoe dat nu in de wereld dagelijks is. Dus mensen zijn eigenlijk veelal heel veel tijd kwijt om van de ene kant naar de andere kant van de stad te rijden. En die zijn er gemiddeld 3 tot 4 uur mee kwijt. En dan moeten ze ook nog een keer terug. Dan wordt Unitsky String Technologies veelal ook al verward met kabelbaansystemen. Nou goed, ik kan dat alleen maar onderstrepen dat het niet zo is. Een kabelbaansysteem is veelal een getrokken systeem. Dat wil zeggen dat er, om het heel simpel te houden, boven en beneden bij een skipiste een motorwiel construct staat. Daartussen is een kabel gespannen en aan die kabel hangen gondels. Op het moment dat een van de motorwielen stilvalt, dan zullen ook de gondels niet meer van hun plaats afkomen. En we kennen af en toe wel eens een ramp die plaatsvindt met een skilift. Nou, dat is iets wat je liever niet wil hebben. Daarnaast zijn er ook nog andere varianten van getrokken systemen. Maar het systeem van Unitsky String Technologies is compleet niet te vergelijken. Dit systeem heeft eigen motorwielen. Dat wil zeggen dat als er een probleem zou kunnen ontstaan, zijn er altijd extra systemen aan boord die dat probleem kunnen kanaliseren, op kunnen lossen, of dat er een andere module aankoppelt waarbij passagiers alsnog op een veilige manier naar de dichtstbijzijnde opstap- of afstapstation kunnen gaan. Als we kijken naar de foto's, dan zien we hoe Unitsky String Technologies er nu uitziet. En voor degenen die al iets langer zijn betrokken bij dit mooie project, die kunnen zich ook de eerste 3D-tekeningen voor de geest halen. Maar inmiddels zijn het bestaande modellen. En dit is wat informatie over ons aardoppervlak. En dat geeft ons ook meteen heel goed weer wat dan eigenlijk de grote pre of de grote voordelen zijn van Unitsky String Technologies. Ons aardoppervlak bestaat uit dalen en heuvels. Dat zien we op de eerste afbeelding. En op het moment dat wij mensen iets willen bouwen, dan moeten wij de hele boel egaliseren. Dus dan wordt het een platte pannenkoek. Je ziet dat dieren letterlijk in het gedrang komen. Maar goed, de grond is klaar om iets op te kunnen bouwen. Nou, voordat wij kunnen gaan bouwen, hebben wij veelal te maken met funderingen. Die moeten goed verankerd worden. Maar die nemen ook weer ruimte in beslag. Op het moment dat de fundering er ligt, en in dit geval er een spoorconstruct op komt, dan zie je een soort drietrapsraket. En dan zie je eigenlijk hoeveel grond er geëgaliseerd heeft moeten worden. Vervolgens zie je de fundering. Dat neemt ook vele malen meer ruimte in beslag dan noodzakelijk is. En uiteindelijk zien we een spoorconstruct. Dus dan zie je hoeveel ruimte je nodig hebt om een spoorconstruct te bouwen. Dit is een doorsnede. Dus tel uit als je dat voor een aantal kilometers moet doen. Als we dan nu gaan kijken naar het innovatieve transportsysteem van Unitsky String Technologies, dan zien we dat er geen horizontale funderingen worden geplaatst, maar dat de fundering eigenlijk verticaal wordt geplaatst. Tenminste, ja, wel verticaal en wel horizontaal natuurlijk, maar je ziet dat de verticale pilaar, zogeheten intermediate supports,
vele malen minder ruimte in beslag nemen. Dus als we dan kijken naar ons aardoppervlak, dan zien we dat er nog steeds ruimte is voor de, pieken en dalen, heuvels en dalen. Nou, die intermediate supports kunnen op verschillende spanwijdtes van elkaar worden geïmplementeerd. Dus hierbij kun je denken aan 200 meter, zoals we nu in Wit-Rusland en in de Verenigde Arabische Emiraten hebben. Daar wordt ook op getest. Er wordt straks ook getest op een lijn van 2,5 kilometer in de Emiraten, waarbij de bij de overspan 288 meter is. En in de toekomst valt natuurlijk niet uit te sluiten dat afstand tussen de intermediate supports meer meters zullen bedragen. Dus eigenlijk kunnen ze inspelen op de wens van de klant. En als we dan kijken naar het eindresultaat, dan zien we dat je zelfs een baan kunt creëren waarbij de één intermediate support aan de linkerkant staat en de andere aan de rechterkant staat. En dan is er nog steeds meer ruimte over voor het huidige landschap. Wel een leuk detail om erbij te vermelden is, hoe wordt nou zo'n schingrail op spanning gebracht? Op dit moment kun je dat ook goed zien op beelden die verschijnen vanuit de Emiraten, hoe dat gaat. Wat ze eigenlijk doen is een schingrail spannen. Die spannen ze van de ene kant naar de andere kant. De uiteindes maken ze vast in de grond. En op het moment dat het op spanning is, dan halen ze de uiteindes uit de grond. En die bevestigen ze aan zogeheten anchor support. En de anchor support wil eigenlijk niks meer en niks minder zeggen dan een opstapstation. Dan hebben we ook nog wat korte informatie over het anti-derailment system. Dat is het ontsporingssysteem. Dit systeem bevindt zich onder de witte kappen, om het simpel te houden. En dat is een heel belangrijk systeem, want als dit systeem zou falen of het geeft de geest, dan zou zo'n module kunnen ontsporen met alle gevolgen van dien. Dat willen we niet. Hier wordt ook veelvuldig op getest. Aan de rechterkant zien we een doorsnede van één type stringrail. In dit geval is dat een stijf spoorconstruct. En dan zien we hoe dat er ongeveer uitziet van binnen. We hebben in dit geval het bedden, of tenminste de wheelbedding. Dat is de bovenkant. Hiermee maken de wielen contact met de stringrail. Dan hebben we het omhulsel dat alles bij elkaar houdt. Aan de binnenkant hebben we dan zes type stringrails, of zes strings moet ik zeggen. Zo kom ik eruit. En we hebben uiteindelijk milieuvriendelijk opvulmateriaal wat zorgt voor de stevigheid. En een mooi detail is wel om erbij te vermelden dat Unitsky String Technologies 100 jaar garantie afgeeft op de bovenkant. Dus daar waar de wielen contact maken. De modules van Unitsky String Technologies kunnen op een interval van 20 tot 50 seconden achter elkaar rijden. Daarbinnen zijn ze in staat om met elkaar te kunnen communiceren. We moeten er niet raar van opstaan te kijken als het huidige aantal seconden wat ze nu hebben aan interval, dat het wordt gereduceerd tot korter. Dus het is eigenlijk een zeer vernuftig, innovatief transportsysteem wat zeer veilig is en wat ook nog eens een keer milieuvriendelijk is, wat zijn energie ook zelf kan blijven opladen. Dus al met al kijken we hier naar een fantastisch concept, wat er dus voor zorgt dat er eigenlijk een antwoord komt op de meest grote vraag die we op dit moment met z'n allen hebben. Dus hier kijken we in feite langzamerhand naar een antwoord. En dit is een 3D-tekening van een zogeheten anchor support. En dat is dus een station. En als we nu kijken naar dat station, dan zien we dat het heel weinig ruimte in beslag neemt, omdat alles plaatsvindt op het tweede niveau, dus op de eerste verdieping. Dus het enige wat je op de begane grond hoeft te hebben is een trap en een lift. En natuurlijk is het spoorconstruct ook weer gebouwd op de begane grond. Maar je ziet dat er nog steeds ruimte overblijft voor de natuur, dat er eventueel een weg onderdoor kan gaan, maar dat het geen hinder zal opleveren voor verkeer. Dan is er ook nog wat korte informatie over de drone. En ik realiseer me ook dat ik dat al een aantal weken, zo niet maanden, achter elkaar blijf zeggen. De drone wordt op dit moment getest. Kan nu een laadvermogen tillen van plus minus 750 kilo. De bedoeling is dat die 1,5 ton gaat moeten tillen. Dat is 1500 kilo. Op het moment dat het wordt gerealiseerd en er komt de certificering door, dan zal die ook direct worden ingezet voor commerciële trajecten. Om die te kunnen bouwen op moeilijk bereikbare gebieden. We hebben drie verschillende soorten type stringrail. We hebben een stijf spoorconstruct waarbij de modules eraan hangen. We hebben een stijf spoorconstruct waarbij de modules zowel boven als onderlangs gebruik van kunnen maken. Dus het grote voordeel is dat ze hier niet meer hoeven te wachten op elkaar, maar dat je bijvoorbeeld boven containers kunt laten rijden en onder de passagiers of vice versa, net gelang wat de klant zou willen. Dus eigenlijk een zeer efficiënte vorm van transport. En we hebben een flexibel stringrail, en het woord flexibel zegt het al. Als we kijken naar de onderste stringrail, zien we dat hij iets gebogen is. Het middelpunt is lager dan het hoge punt, maar deze stringrail is een van de vele
manieren waarbij je niet-gestreamde technologies energie zou kunnen oppikken. Als je naar het hoogste punt rijdt, verbruikt hij wat energie. En rijdt hij naar het diepste punt, dan wekt hij energie op, omdat de motorwielen eigenlijk heel simpel gezegd constant op de rem staan. Dus op die manier wekt hij heel simpel energie op. Dan zijn er nog twee foto's van, of één foto van een verschillende type stringrail wat we nu hebben. Aan de linkerkant zien we dat. En aan de linkerkant zien we ook een type stringrail. Dus hij kan eigenlijk op verschillende manieren de markt nu al beantwoorden. Net gelang waar de klant vraag naar heeft. Door middel van staal op staal wrijving ontstaat er ook energie. En die energie wordt opgeslagen in een van de vele accu's die de modules met zich mee bijdragen. Dus die meerijden van A naar B. Dus op het moment dat de module een station binnenkomt rijden, is hij in staat om de opgewekte energie af te geven voor wat op dat moment de vraag is, dus voor stedelijk gebruik. Dit is wat informatie over de aerodynamica. En de aerodynamica is natuurlijk ook een heel belangrijk aspect waarop gecontroleerd moet worden. Waar goed op moet worden ontworpen. Want je kunt geen blokkendoos op een rail zetten en vervolgens ervan uitgaan dat die dan energiezuinig is. Zo werkt dat niet. Het design van Unitsky String Technologies is eigenlijk zeer futuristisch. Ik durf soms wel te stellen dat het design zo futuristisch is dat wij het soms nog niet kunnen behappen en nog niet kunnen bevatten. Dat is niet erg. Unitsky String Technologies loopt eigenlijk iets verder in de tijd dan dat wij nu zelf meemaken. Maar daardoor is Anatoly Unitsky wel in staat geweest om een perfect ontwerp neer te zetten, wat dus energiezuinig is, wat dus geen extra energie kost. En als we dan kijken wat een auto doet, wat er voor luchtcirculatie achter een auto ontstaat, dan zien we dat het een hoop vuile lucht is, wat eigenlijk zou kunnen zorgen voor een hoop turbulentie. Als we dit vergelijken met de module van Unitsky String Technologies, dus in dit geval de U-Flash, dan zien we dat zowel voor als achterlangs dat de luchtcirculatie weer tot een nulpunt bij elkaar komt. Dus dat betekent dat modules er geen hinder van hebben die achter de andere module rijden of die zo'n module passeren. En hoe staat het dan met de U-Flash? De U-Flash is in 2018 gepresenteerd aan het grote publiek. Zeg ik dat goed? Ja, dat zeg ik goed. In 2019 heeft hij zijn eerste meters gemaakt op het Ecotechnopark in Wit-Rusland. En op dit moment wordt hij getest. Alleen hij komt niet door de certificering heen, omdat het te maken heeft met dat hij een baan nodig heeft van plusminus 25 kilometer. 10 kilometer is nodig om te accelereren van 0 tot 500 kilometer per uur. 10 kilometer is nodig om op zijn topsnelheid te blijven. 5 kilometer is nodig om op een ordentelijke manier tot stilstand te komen. Op het moment dat dat wordt gerealiseerd, zo'n testbaan, en dat die door de certificering heen komt, dan zullen we natuurlijk ook alles weer in het nieuws krijgen. En we zullen waarschijnlijk ook een stap kunnen maken in de ontwikkeling. Dus al met al is dat zeer positief. Nou, wat maakt nou dat er nog steeds geen stappen zijn ondernomen voor zo'n testbaan? Op dit moment zijn de voorbereidingen gaande in Wit-Rusland. En er wordt gekeken naar mogelijkheden in de Verenigde Arabische Emiraten. Alleen het ene land is iets duurder om in te bouwen dan het andere. Dus het is even kijken waar we op dit moment, of waar Unitsky String Technologies op dit moment het beste aan doet. Maar ik sluit niet uit dat er straks zowel in Wit-Rusland als in de Verenigde Arabische Emiraten een testbaan zal zijn waar deze module op wordt getest, omdat er ook weer getest moet worden of verschillende weersomstandigheden en verschillende klimaatomstandigheden. En dit is wat informatie over de rolling stock, de rollende voorraad in het Nederlands. Alle modules behoudens de U-Flash hebben een topsnelheid van 150 km per uur. We beginnen boven en dan beginnen we met de Uniwind. De Uniwind is een lichtgewicht module voor twee personen. Dan krijgen we de Unibike. De Unibike is ook een lichtgewicht module voor twee tot drie personen, net gelang waar de klant vraag naar heeft. En is het eerste getest en gecertificeerde model en dat is einde 2016 gebeurd. Dan krijgen we de Unicar U4430 T1 en we hebben de T3. Eigenlijk compleet identiek aan elkaar, behalve dat bij de ene versie er 6 personen in kunnen. En bij de andere versie, dat zijn U3 compartimenten, dus dan zouden er 18 personen in kunnen. Maar zo zijn deze modules eigenlijk constant uit te breiden. Dan krijgen we de U-Flash. Nou, reeds genoemd heeft hij een topsnelheid van 500 km per uur. In deze configuratie biedt hij plaats aan 6 personen. Zo zeg ik het correct. Dan krijgen we de Unibus U4210. Deze biedt plaats aan 12 tot 14 personen. Is ook weer uit te breiden in verschillende modules. Dus hoe meer compartimenten, hoe meer plek er is voor personen. Datzelfde geldt voor de Unibus U4220T2. In de enkele versie is er plaats voor 25 personen. In de dubbele versie plaats voor 48 personen. In de driedubbele versie plaats voor 64 personen.
En dan zijn we inmiddels aangekomen bij de vijfde generatie transportmodules van Unitsky String Technologies. Dus dat betekent dat in de afgelopen periode, in de afgelopen jaren, dat Unitsky String Technologies zichzelf heeft ook doorgeëvalueerd. En we kijken hier naar een nieuw soort Unibus, wat ik in de laatste presentaties heb gezien. En dit is een module aan de rechterkant voor 25 personen. En deze zal binnen nu en niet al te lange tijd zijn eerste testmeters gaan maken in Wit-Rusland en in de Verenigde Arabische Emiraten. Dus gelijktijdig. En deze module komt voort uit de Unilight. En als we kijken, dat zien we aan de linkerkant, zien we dat het een lichtgewicht module is die plaats biedt aan verschillende x-aantal passagiers. En deze zal ook straks worden ingezet voor commerciële projecten. Een van die commerciële projecten zou een traject kunnen zijn langs het Ecotechnopark. Dat is een traject wat Anatoly Unitsky, ik geloof in 2020, zelf bekend heeft gemaakt. Plus minus 1125 meter. En dit zou toeristen van A naar B kunnen verplaatsen die recreëren langs het Ecotechnopark. Ook op het goederenvervoer heeft Unitsky String Technologies niet stilgezeten. Op dit moment zijn we in afwachting van de Unicont, wanneer die klaar is en ook klaar is om zijn testfase door te gaan. En dit zal ook weer gelijktijdig gebeuren in Wit-Rusland en in de Verenigde Arabische Emiraten. Dan hebben we de Unitruck en dat is een module die bulkproducten zou kunnen verplaatsen. Denk bijvoorbeeld aan granen, ijzererts, eigenlijk alle ruwe aardse materialen die zou die kunnen verplaatsen. Sommige landen zouden willen inzetten voor het verplaatsen van vuilnis. Eigenlijk ook gewoon handig. En dan hebben we de Unitrans. En de Unitrans is een grote lopende band. Die staat ook op het Ecotechnopark in Wit-Rusland. Voor de mensen onder ons die er zijn geweest, zullen hem ook hebben gezien. En deze band zou kunnen worden gezet bij mijngebieden die bijvoorbeeld steenkolen winnen. Andere ruwe aardse materialen. Die worden gewonnen en die dan niet meer per vrachtwagen door moeilijk bereikbare gebieden hoeven te rijden, maar die dus via deze lopende band van de mijn bijvoorbeeld naar een havengebied zouden kunnen worden gereden. En dit is het hoofdkantoor van Unitsky String Technologies. Inmiddels zijn ze hier bijna 2 jaar actief. Ze hadden ooit een kleine kantoor, maar Unitsky String Technologies gooit uit zijn voegen. Heeft daarom ook een nieuw kantoorpand aangekocht. En dat ziet er dus zo uit. Unitsky String Technologies is eigenlijk op dit moment een internationaal bedrijf aan het worden. Nog steeds een start-up, maar een zeer grote start-up. En een enthousiast team van plus minus 1000 man. Zo werkt eigenlijk dag en nacht om samen met Unitsky alles te controleren. Klopt het wat hij heeft berekend? Zouden we het zo kunnen maken? En op het moment dat is gedaan, dan wordt het in de computer gezet. Komen de 3D-tekeningen. En die 3D-tekeningen worden tot werkelijkheid geproduceerd in deze fabriek. Nou, deze fabriek was ook in het verleden ook vrij klein. Er is inmiddels een nieuwe hal aangebouwd. En deze fabriek zal ook de eerste commerciële trajecten in orde maken. Dus hier wordt straks geproduceerd. En dan wordt al geproduceerd voor de eerste commerciële trajecten. En op de foto's aan de rechterkant zien we hoe het productieproces er enigszins uitziet. Op het moment dat de modules klaar zijn, dan worden ze getest. Maar soms kan het ook zijn dat er iets wordt ontworpen, maar waarbij het ontwerp bijna de inzien toch weer wordt herontworpen. En dan wordt uiteindelijk de beste variant van wat ze hebben ontworpen, wordt meegegeven aan die modules en dat wordt getest. Dus dat zien we hier ook op deze sheet. Het is een sheet die iets ouder bericht, maar je ziet eigenlijk dat er op alle manieren wordt doorgeëvalueerd. Op het moment dat de modules dus in elkaar staan, worden ze getest op het Ecotechnopark in Wit-Rusland. Dat gebeurt ook in de Emiraten, daar kom ik zo meteen op terug. Maar in Wit-Rusland is alles begonnen. Het is een voormalig militair tankterrein en Unitsky heeft dat omgetoverd tot een volledig florerend, bloeiend, ecologisch testpark. Dat zien we ook op de foto's. Dus alles wat we hier zien is ecologisch. Gewassen worden op ecologische wijze geteeld. Modules worden hier getest. Het is één grote showroom. Er staan ecohuizen waar het ook speciaal glas op wordt getest. Dus al met al, er gaat nog heel veel komen, maar niet alles tegelijk. Omdat wat hier gaat gebeuren zeer groot is. Dat heeft een effect op de wereld. En mensen zijn er op dit moment nog niet klaar voor. En de enige manier waarop we er klaar voor gemaakt kunnen worden is door langzamerhand dit positieve nieuws, dus dit positieve bedrijf met elkaar te delen. Op die manier krijgen we daar feeling mee. En feeling zorgt uiteindelijk eigenlijk ervoor dat we het kunnen begrijpen. Alles moet tot in den treuren getest worden. En wij hier in Europa hebben te maken met kwakkelwinters. Nou, we hebben op zich een goede zomer gehad, al zeg ik het zelf. Maar
verschillende klimaten. Maar in Vietnam of in China bijvoorbeeld hebben ze te maken met moezonregens. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben zo'n module letterlijk onder de douche gezet en ze zijn gaan kijken, blijft het passagiersgedeelte droog, blijft het technologische compartiment, blijft dat droog? En als het droog blijft, dan kunnen we dat gaan testen en dan kunnen we het ook certificeren, zodat deze modules ook in dat soort klimaatomstandigheden kunnen worden ingezet. Nou, deze module is door de test heen gekomen, dus dat betekent dat ze ook, bij wijze van spreken, in Azië de markt kunnen gaan betreden als de vragen van zullen komen. Maar goed, in Rusland hebben ze weer te maken met eigenlijk heftige weersomstandigheden, zoals we dat kennen in zware wintersneeuwsituaties. We zien hier ook een ecotechnopark in de winter, maar ook in de winter wordt er nog steeds gebouwd, wordt er nog steeds getest. En in dit geval wordt er dan gekeken of het type string wat ze hebben bedacht, of het ook werkt, dat er geen ijs op blijft liggen, dat modules toch op een goede manier kunnen blijven rijden. Daarnaast hebben ze ook bestaande stringbanen aangepast. Zo hebben ze zogeheten isolatoren aangebracht, andere systemen aangebracht waarbij ze de energie beter kunnen afvangen. Want zo'n baan, daar zit spanning op en die spanning, ja, die willen ze natuurlijk op de beste manier geleiden. Daarnaast wordt ook een nieuwe baan gebouwd. Dat is eigenlijk een baan die straks wordt ingezet ook voor het containergedeelte, maar ik denk ook voor het passagiersgedeelte. Dus we zijn ooit begonnen met een paar lijnen, maar we zijn straks 7 lijnen verder. Omdat het heel simpel is. Mensen hebben, of klanten hebben verschillende eisen, verschillende wensen. En je moet daar als bedrijf zijnde op kunnen anticiperen. Je kunt niet zeggen van, nou, ik kan alles aan, terwijl je er eigenlijk niet op hebt getest. Dus op het moment dat je zo'n iets in de markt zou zetten en je hebt er niet op getest en er zou een dergelijke ramp plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld dat een string zou knappen omdat er niet volledig is op getest. Dan zijn de gevolgen niet te overzien. Dus dat wil Unitsky niet. Dat willen wij uiteindelijk niet. Dus vandaar dat ik ook in het begin van mijn presentatie heb aangegeven dat ze nu enkel de juiste wegen aan het bewandelen zijn. En dat is alles tot in den treuren testen. En mensen die het Ecotechnopark bezoeken, de ervaring geven hoe het is om te rijden met Unitsky String Technologies, de modules. Ik zou eigenlijk zeggen boarding the future, dat is het letterlijk. En op die manier eigenlijk het enthousiasme met elkaar kunnen delen. Want we kunnen over één ding kunnen met elkaar eens zijn. Dit is in feite eigenlijk het beste wat we onze aarde zouden kunnen teruggeven. Het geluid van wat de modules produceren komt niet verder dan ongeveer 85 decibel. En ik sprak een bedrijfseigenaar en die gaf aan van, dus dat betekent dat de modules van dit transportsysteem minder geluid produceren dan de machines die ik in mijn bedrijf zal hebben staan. Nou, ik kon enkel correct instemmen. En hij was zeer onder de indruk. Daarnaast heeft Unitsky String Technologies ook tal van samenwerkingen. En een van de meest bekende samenwerkingen is met het Belgische bedrijf BK. Ze hebben staalhaspels geleverd. Deze kun je op Google Earth toevallig zien liggen op het testpark in de Emiraten. En die zullen straks ook daadwerkelijk worden gebruikt. Daarnaast hebben ze ook samenwerking met andere staaltoeleveranciers. Maar ze hebben ook samenwerkingen met bijvoorbeeld het Chinese bedrijf Lenovo. En Lenovo zorgt voor datavergaring, opslagcapaciteit. Dus zij hebben alle systemen aangeleverd zodat Unitsky String Technologies kan testen en dat op een efficiënte manier kan opslaan en kan verwerken. En dan gaan we van Europa naar de Verenigde Arabische Emiraten, want ja, daar komt zoveel nieuws vandaan, daar gebeurt eigenlijk vrij veel. En dat is gewoon, denk in mijn optiek, altijd goed om met elkaar te blijven delen en je daar ook wegwijs in te maken. En dit is het USKY Transport and Certification Center. En dat maakt onderdeel uit van het Sharjah Research and Technology Center. En wat is het Sharjah Research and Technology Center? Dat is een internationaal georiënteerde organisatie. Dat is opgestart in samenwerking met de Sheikh van Sharjah. En wat doet dat centrum? Het centrum fungeert als hub en dat brengt eigenlijk regeringsleiders, overheidsdelegaties, bedrijfsdelegaties in contact met start-ups. En dat is ook zo gebeurd met Unitsky String Technologies. Dus je moet je voorstellen, zij zitten nu op het terrein van het Sharjah Research Technology Center. En dan komt er een delegatie uit, ik noem maar even een voorbeeld, Liberia. En die worden in contact gebracht door middel van de hub. En op die manier kan Unitsky String Technologies zijn systeem aan de wereld laten zien.
Dus al met al is het een zeer goede stap wat hier heeft plaatsgevonden. Daarnaast heeft Unitsky String Technologies een stuk land ter beschikking gekregen om erop te bouwen. Nou, door de crowdfunding financieren wij natuurlijk een groot gedeelte. En een ander gedeelte komt natuurlijk uit andere situaties. Die kun je ook rustig terugvinden in de vele audits. Dus dan zie je ook wat er gebeurt. En als we dan kijken naar de foto's, dan zien we al een paar echte foto's en we zien nog een paar 3D-tekeningen. Die 3D-tekening is hoe het gaat worden. De echte foto's is hoe het nu is. Dus dat betekent dat de lijn van 400 meter is inmiddels helemaal klaar. Operationeel gecertificeerd en daar kunnen mensen nu ook gewoon met een gerust hart mee rijden. Dan hebben we het houten ecohuis. Dat is het enigste houten huis in de hele Verenigde Arabische Emiraten. Onder hoge uitzondering is dat gebouwd. En dit is de lijn van 400 meter. Hier zien we de module. In dit geval is de Unica U44310FT, tropical versie, 01 geloof ik. Maar om het behapbaar te houden, dit model heeft witte kap. Dus voor de tropische versie, even simpel gezegd. En de modules in Rusland, of Wit-Rusland, die hebben zwarte kappen. Of andere ziet. Maar zo kun je ze even uit elkaar houden. Het kan straks zijn dat de modules die gaan rijden in commerciële trajecten in warme landen ook zwarte kappen krijgen. Maar om het nu even simpel te houden, zien we dus de verschillen. En deze Unica is in 2019 onder toeziend oog van de Sheikh van Sharjah de baan op gereden en heeft daar zijn eerste meters gemaakt. En in 2018 was het 3D. En de mensen die wat langer zijn betrokken bij dit project kunnen zich dat ook nog wel herinneren. Maar in 2022 is het realiteit. Dus dan zie je dat er uiteindelijk wel degelijk woord wordt waargemaakt en dat alles wordt omgezet in realiteit. Daarnaast wordt er ook getest op zowel passagiers als goederenvervoer. Dat gebeurt allemaal op de lijn van 400 meter. Dit is een speciale VIP-versie van het passagiersvervoer. Maar die is dus goedgekeurd en getest. Dus dan kun je, als je zou willen, zou je een afspraak kunnen maken en dan kun je er zelf mee rijden. Daarnaast wordt er getest op goederenvervoer, een mini-container, transporten. Maar de testen hiervan worden gebruikt om straks de Unicont op een nog efficiëntere manier door de testfase heen te kunnen laten rollen. En wat gebeurt er nou als een module niet meer van zijn plek afkomt? Wat nou als alle systemen niet meer werken? Wat dan? Dan is er altijd nog een plan. In dit geval misschien een plan E of F, waarbij mensen op misschien een spannende manier wel de module kunnen verlaten. Dus je zult nooit in de module blijven zitten. Je zult uiteindelijk de module op de beste manier kunnen verlaten. En dit is Anatoly Unitsky met een van de vele certificaten die hij in de afgelopen periode heeft gekregen. En dit is een van onze werknemers, ook met een van de vele certificaten die in de afgelopen periode zijn verworven. Dit is een management kwaliteitscertificaat. De vestiging in Wit-Rusland heeft hij al eerder gehad. En nu heeft ook de vestiging in de Emiraten. Dus dat betekent dat ze volledig ISO zijn gecertificeerd. En wil je weten wat ISO is, google daar een keer op. Het is een vrij zware audit die je als bedrijf moet doorgaan. Nou, daarnaast is ook deze vestiging wetenschappelijk gecertificeerd. Dus dat betekent dat we echt te maken hebben met een fantastisch bedrijf wat samenwerking heeft lopen over de hele wereld op verschillende continenten. En dit is Anatoly Unitsky. Deze foto is iets ouder, maar hier heeft hij de anchor supports gecontroleerd of het allemaal klopt wat hij heeft berekend, zodat het geïmplementeerd kan worden voor de bouw. Nou, en inmiddels zijn we zover. Aan de rechterkant zien we het opstapstation. Dat is het opstapstation van een van de 2,5 kilometer lijnen. En aan de linkerkant zien we dat de stringrail al wordt gespannen. Er staat een steiger op dat gedeelte, omdat onder is de doorgaande weg voor het hoofdkantoor van het Sharjah Research and Technology Center. En ja, dat moet natuurlijk wel op een veilige manier gebeuren. Dus mensen zijn op een veilige manier aan het werk, zonder dat het hinder ondervindt. En dit is op het dak van het containerdepot. We kijken hier uit op de andere lijn van 2,5 kilometer. Als je goed kijkt zie je dat de stringrail voor de andere 2,5 kilometer lijn al ten dele is gespannen. Moet je heel goed turen aan de rechterkant, kun je misschien wat zien. We zien het houten ecohuis volledig begroeid door groen. En we zien een ander klein gebouwtje. Maar zo ziet dat eruit. Het containerdepot nadert ook zijn eindfase qua bouw. Dus alles loopt volledig op schema. En dit is een module, een maquette die is gebouwd ten ere van de expo. De expo is inmiddels alweer een paar maanden geleden gesloten.
bijna een half jaar geleden. Maar alle mensen die de expo hebben bezocht, hebben de mogelijkheid gekregen om af te reizen naar het U-Sky Transport and Certification Center. R&D moet ik erbij zeggen. En op die manier een goede ervaring te krijgen. Dus ze konden in het klein zien wat Unisci voor een idee heeft. Lineaire cities. En die worden verbonden door middel van stringrails. Die modules die eraan rijden, die hangen niet. Ja, die hangen er wel aan, maar die bewegen ook daadwerkelijk. Dus het is eigenlijk voor miniatuurliefhebbers een vernuftig iets om daadwerkelijk te zien. En dan kijken we naar de toekomst in Dubai. Hoe ver staan ze nu? Nou, er gebeurt heel veel. Op dit moment is het wel zo dat de RTA zijn keuze moet maken. In de wandelgangen zou je misschien verhalen kunnen horen dat ze hun keuze hebben gemaakt. Uit betrouwbare bronnen kan ik aangeven dat die keuze nog niet is gemaakt. Dus we zullen echt even moeten afwachten tot de officiële berichtgeving naar buiten komt. En dan zal ik die ook delen. Ik krijg er ook heel veel waarde aan om enkel officiële berichten naar buiten te brengen. Omdat je op het moment dat je berichten naar buiten gaat brengen die niet kloppen, die niet zijn gestaafd, die niet zijn getoetst, kun je voor verwarring zorgen. En op het moment dat er verwarring ontstaat, ontstaat er negativiteit. En op het moment dat er negativiteit ontstaat, dan is het gewoon heel vervelend. Het leidt naar niks. Negativiteit helpt ook het project niet verder. Dus al met al kies ik ervoor om iedereen het beste antwoord te geven. En dat betekent soms dat ik niet altijd alles misschien kan aangeven zoals jullie dat zouden willen. Maar dat wat ik aangeef, dat het wel volledig correct is. En als ik het kort moet samenvatten, dan is het transportsysteem innovatief, milieuvriendelijk, CO2-neutraal, het energie zelfvoorzienend. Ik kan eigenlijk de lijst alleen maar langer maken. Wil je er meer informatie over vinden, dan verwijs ik je naar www.skyway.capital. Dat is ook de plek van je back-office. Maar mocht je benaderd zijn door iemand en je bent er nog niet helemaal over uit, contacteer dan even die persoon en die kan je perfect alles uitleggen wat je moet doen en hoe je het moet doen. Dan gaan we naar de updates. Alles is begonnen met ooit een bericht, een vraag van CNN. Mogen wij een bericht maken van het eigenlijk van het certificatiecentrum in Sharjah? Nou, natuurlijk mag dat. Zij zijn daar geweest en wat is er op volgend gebeurd is dat alle nieuwsbedrijven dat bericht hebben overgenomen. Dat eigenlijk op ieder continent nou een bericht is gedaan van het bestaan van Unisci String Technologies. Van Amerika tot in Australië. Al met al, de berichten blijven nog steeds naar buiten komen. En er zijn ook berichten die gewoon heel leuk zijn om te delen. En dit is een iets ouder bericht, maar desalniettemin nog steeds leuk om te delen. Unisci String Technologies heeft een hele hoop tegenslag gehad. En voor degenen die al iets langer zijn betrokken bij dit project, die kunnen zich dat ook herinneren. Maar het is ook reeds bekend dat Unisci een aantal keren door rechtbanken in het gelijk is gesteld. Dus we kunnen het erover hebben wat daadwerkelijk nu negatief is aan dit project. Als het daadwerkelijk niet zou kloppen, dan zou die ook niet in het gelijk worden gesteld. Maar overheidsdelegatie of overheidspartijen die in het begin sceptisch en negatief waren, komen nu terug op eerder gedane uitspraken en ze geven ook aan van dat dit transportsysteem eigenlijk het beste systeem is wat we op dit moment zouden kunnen implementeren in toekomstige steden of in bestaande infrastructuur. Dus zo zie je, al met al, het duurt misschien een tijdje, maar mensen zien de positieve kant van dit innovatieve transportsysteem uiteindelijk wel waar het moet zijn. En dit is koning Letsi III, koning van Lesotho. Hij is zeer enthousiast over het product van Unisci String Technologies, heeft de expo bezocht, heeft uiteindelijk ook het testpark in de Emiraten bezocht. Ik heb hem met eigen ogen gezien. Dat was toevallig op dezelfde dag dat ik het testpark heb mogen bezoeken. Na afloop heeft hij gekeken wat de mogelijkheden zouden kunnen zijn voor het land Lesotho, wat zijn grens deelt met Zuid-Afrika, om daar een traject te realiseren van het land Lesotho naar Durban, de havenstad in Zuid-Afrika. Deze informatie kun je overigens terugvinden op de officiële site van U-Sky Transport en die deel ik aan het eind van deze presentatie met jullie. En dit is ook eigenlijk heel mooi om te delen, want zo zie je hoe een proces loopt. In eind vorig jaar oktober is Emmanuel Hategega, hij is ambassadeur van Rwanda, is naar het testpark in Sharjah afgereisd. En die heeft het met eigen ogen gezien en die wilde kijken wat gebeurt daar. Die was zeer onder de indruk. En wat heeft hij gedaan? Hij heeft Claire Akamansi, als ik het goed uitspreek, meegenomen naar het testpark in de Emiraten.
En zij is een heel belangrijk persoon, want zij is verantwoordelijk voor de koers die Rwanda gaat varen. Er wordt op dit moment een inhaalslag gemaakt in het land Rwanda, om dat beter op de kaart te zetten. Rwanda is een land wat door mensen vaak wordt betiteld als arm. Dat is ten dele natuurlijk ook zo, maar het is een land wat zeer rijk is aan aardse materialen. Maar ze zijn nu bezig om een moderniseringsslag eigenlijk in te halen. En even kijken, ik zie dat ik een sheet mis. Oh nee, klopt wel, ik moet er nog wat bij vertellen bij deze foto's. Claire heeft dus ook een bezoek gebracht aan het testpark in de Emiraten. Heeft daarbij een persoonlijke presentatie gekregen van Anatoly Junitsky. En op het moment dat Anatoly Junitsky ten tonele verschijnt, kun je er dus van uitgaan dat er vergevorderde gesprekken plaatsvinden. Nou, en die vergevorderde gesprekken zien er dan als volgt uit. Dit is een potentieel traject in Rwanda van de internationale luchthaven naar de hoofdstad Kigali. Dat is een traject van 20 kilometer en er wordt nu gekeken van welke modules zouden we daarvoor kunnen gebruiken. Is dat een Unicar of is dat een Unilight? Elk heeft zo zijn voordelen. En ja, wat zou dan het beste passen? En als we dan kijken naar de kleine foto links onder jullie scherm, zien jullie een visualisatie van hoe dat eruit ziet. Dus dit is een traject wat potentieel is en wat zou kunnen worden geïmplementeerd op het moment dat ze alle partijen eruit zijn. Er gebeurt veel meer in Afrika. Er zijn ook andere landen inmiddels al naar Sharjah afgereisd. Dus zo zie je dat er achter de schermen heel veel plaatsvindt. Nou, het is natuurlijk een komen en gaan van overheidsdelegaties. We hebben ook te maken met onderhandeling, of ja, hoe je het wil noemen, tussen India en Junitsky String Technologies. India is in het verleden ook al zeer veel in het nieuws geweest over potentiële commerciële trajecten. In India zelf, dat is een tijdje in de ijskast gestopt, op een laag pitje gezet. Maar inmiddels komt dat ook weer naar voren. Daarnaast vinden er ook nog ontwikkelingen plaats op het Ecotechnopark in Wit-Rusland. Deze is bezocht door een zeer invloedrijk persoon uit Rusland. En dan vragen mensen zich af, ja, maar hoe zit het dan met de sancties? Kijk, wij vanuit het Westen hebben sancties ingesteld naar Rusland. En ook ten dele Wit-Rusland. Maar vanuit het oosten gelden die sancties niet. Dus dat betekent dat Junitsky String Technologies nog steeds rustig kan doorwerken. En dat ze eigenlijk geen hinder ondervinden van de sancties. Dus zo kunnen ze wel in het westen als in het oosten hun samenwerkingen gewoon uitvoeren. Daarnaast is Junitsky String Technologies ook zeer betrokken bij het educatieve aspect. Dus ze hebben samenwerken met verschillende universiteiten. Ze studeren ook verschillende studenten af op producten van Junitsky String Technologies. Dus zo zie je dat het eigenlijk zeer serieus is. En dat wordt allemaal nauwlettend in de gaten gehouden. Anatoly Junitsky is er ook persoonlijk bij betrokken. Het Sharjah Research and Technology Center werkt ook weer nauw samen met de University of America. Dus zo zie je uiteindelijk dat alles nauw in elkaar verweven zit. En dit is een potentieel commercieel traject wat zou kunnen worden geïmplementeerd in Vietnam. Vietnam is op dit moment het land wat gigantisch hard zijn schouders bij de ontwikkeling van de crowdfunding en daarmee in verlengde Junitsky String Technologies dat ze hun schouders te onderzetten. En zo zou dus een commercieel traject eruit zien. En zo zie je dus dat de opstapstations ook in verschillende stijlen gebouwd kunnen worden. Dus in dit geval is dat in een stijl van een pagode of in een tempel, wat ze dus in dat soort landen hebben. Dus zo zie je dat het ook prima in hun infrastructuur past. We zien op de foto Vladimir Maslov. Vladimir Maslov is inmiddels met pensioen. Maar dit is een van de laatste dingen die hij heeft gerealiseerd. Er is een entiteit opgericht in de vorm van Viet Transnet. En Viet Transnet zal de honneurs waarnemen voor de ontwikkeling van Junitsky String Technologies in geheel Zuidoost-Azië. Dus dat zal allemaal via dat bedrijf gaan lopen. En dit is een quote van de CEO van het Sharjah Research and Technology Center, Hussein El Mahmoudi, als ik het goed uitspreek. En het is heel simpel, ik heb het letterlijk vertaald. Op het moment dat de testfase succes wordt afgerond, zal de overheid van Sharjah de eerste commerciële trajecten in de Sharjah-stad aankondigen. Dus ik kan enkel aangeven,
we zien hier positieve dingen. Dit is een gedeelte wat uit een mediaartikel komt, de Cali Times. Dat kun je ook terugvinden op internet of in de Facebookgroep als je daar lid van bent, want daar deel ik eigenlijk alle belangrijke dingen die naar buiten worden gebracht van dit bedrijf. En hoe zou een commercieel traject verlopen? Nou, in een tijdspanne van 2 jaar zijn er verschillende aspecten die moeten worden doorlopen. Je hebt te maken met een feasibility studie, bouwen, voorbereidingen. En dat heeft allemaal weer in x aantal maanden wat het in beslag neemt. Maar stel dat alles gewoon volgens schema werkt, dan zou een commercieel traject binnen 24 maanden gerealiseerd kunnen worden. Deze foto kun je overigens vinden op de officiële kanalen, of ja, foto deze tekening, en dan kun je het ook gewoon heel rustig bekijken. In het begin van mijn presentatie gaf ik aan dat ik professioneel gebruiker ben van de applicatie AdvaHunter, en dit is wat AdvaHunter zou kunnen doen. AdvaHunter is een augmented reality based applicatie, en wat wil dat zeggen? Zij maken gebruik van een bestaande omgeving, maar er wordt een digitale laag overgelegd. Nou wil het geval dat die digitale laag een bewegend iets is. Dus de modules die je dan zou zien op je smartphone of op je tablet, die bewegen ook. Het mooie hiervan is dat je direct feeling en eigenlijk feeling en compassie kunt krijgen met het idee. Dus je ziet direct wat er gebeurt. Het is geen 3D-tekening, het is ook geen foto van een testpark van de Emiraten of van Wit-Rusland. Nee, het is gewoon iets wat in je eigen omgeving wordt gerealiseerd. Dus wat doet het? Het maakt gebruik van augmented reality en het maakt gebruik van een heel simpel aspect. Onze hersenen kennen geen verschil tussen werkelijkheid en fantasie. Dus wij zien hier nu een module en onze hersenen zullen het signaal pakken van hey, daar rijdt de module van Unitsky String Technologies op een stringrail. Er wordt geen onderscheid gemaakt van dat is nep. Nee, er wordt acuut het stuk wordt acuut opgenomen van we detecteren dat. Goed, ik zal er verder eens niet veel op ingaan. Ik ben dus eigenlijk ook mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de applicatie AdvaHunter. Ik test de applicatie in verschillende weersomstandigheden. We zijn eigenlijk constant bezig om de applicatie te innoveren en ervoor te zorgen dat er nog een betere variant van de laatste versie de markt op kan komen, zodat mensen de beste indruk kunnen krijgen van Unitsky String Technologies, maar dat ze dit ook in professionele presentaties eventueel zouden kunnen gebruiken, net zoals wat ik zelf doe. En ik gaf ook al eerder in mijn presentatie aan, op het moment dat je Anatoly Unitsky op een foto ziet, dan kun je ervan uitgaan dat er al vergevorderde ontwikkelingen zijn. Nou, we zien op deze foto Anatoly Unitsky en Oleg Seretsky. Zij zijn op bezoek bij een delegatie van de overheid van Abu Dhabi om te kijken naar potentiële trajecten in Abu Dhabi. Er wordt gekeken naar 3 commerciële trajecten. Dus al met al kijken we hier weer naar iets serieus. Dus we hebben nu al in feite iets wat in Vietnam zou kunnen. Iets wat in Sharjah gerealiseerd zou kunnen worden. En we kijken nu naar Abu Dhabi, wat daar eventueel gerealiseerd zou kunnen worden. Alles is natuurlijk wel afhankelijk van goede testuitslagen. Maar die zien er op dit moment gewoon hartstikke goed uit. Er wordt gebouwd, er wordt gewerkt tot een goed product. Ik gaf ook aan dat India inmiddels weer ten tonele is verschenen. Nou, dat is eigenlijk ook een soort een oploop geweest. Eerst kwam er een delegatie, die kreeg een rondleiding van Oleg Seretsky. Toen kwam er een delegatie, die kreeg ook een rondleiding van Oleg Seretsky. En toen kwam er een delegatie met invloedrijke mensen. En die kreeg een rondleiding en een presentatie van Anatoly Unitsky. Dus op het moment dat je Unitsky weer op een foto ziet met bepaalde delegaties, dan kun je er al vanuit gaan dat er achter de scherm heel veel al wordt voorbereid en dat er wordt gekeken naar mogelijkheden. Dat wil nog niet zeggen dat het al is beklonken. Het wil wel zeggen dat er wordt gekeken naar wat zijn de mogelijkheden, wat kunnen wij bieden en komt het overeen met jullie wensen. Nou, ik ben een paar weken geleden ben ik zelf in Turkije geweest. Ik heb daar kort kunnen spreken met het bestuur van Skyworld Community. Dat is natuurlijk niet heel erg belangrijk om te vermelden. Het is natuurlijk wel belangrijk om te weten welke koers het fonds opgaat. En dit gaan wij delen op de eerste offline presentaties. Zodra deze presentaties beschikbaar zijn, zullen wij dit delen op alle informatiekanalen, zodat je hier ook bij kunt aansluiten. En zodat je jezelf ook op de hoogte kunt laten brengen van welke koers het fonds nu opgaat, wat er gaat gebeuren, wat we kunnen verwachten, wat gebeurt er na stage 15. En eigenlijk nog heel veel meer vragen.
Nettie en ik hebben een mooie reis in Turkije gehad, veel meegemaakt. En het was ook wat dat betreft zeer goed om de mensen in de ogen aan te kijken. Omdat je uiteindelijk met elkaar iets wil neerzetten. En dat kun je alleen maar doen als je met elkaar de juiste informatie kunt verspreiden. En dit is Oleg Seretsky. Oleg Seretsky heeft in de afgelopen weken 2 radio-interviews afgegeven. Deze zijn beide te beluisteren op het internet en op de officiële site van Used Car Transport. Zeer leuk, er worden ook weer zeer mooie details prijsgegeven. Heb je even de tijd, is een aanrader om daarna te luisteren. Want de man is heel erg enthousiast, heeft een zeer grote compassie met het product van Unitsky String Technologies. En dat valt alleen maar te waarderen, want dat is uiteindelijk wat we nodig hebben. Enthousiaste mensen die er de schouders onder willen zetten, die het project omarmen en die het met elkaar willen voortzetten. Uiteindelijk doen wij een klein gedeelte, maar het meest moeilijke gedeelte wordt gedaan door de mensen die ervoor moeten werken. En dit zijn de informatiekanalen zoals we die nu hebben. We beginnen vanaf boven naar beneden. Boven is www.sky.capital, dat is de officiële site van het fonds, maar ook waar je back-office op kunt vinden. Dan hebben we een Skype-groep, die is nieuw. Die heb ik in leven geblazen, om zo te zeggen, omdat de oude Skype-groep, daar ben ik geen beheerder van. En ik vind het heel belangrijk om een groep te hebben waar ik beheerder van ben. Op het moment dat er iets in gebeurt, dat ik dan ook kan anticiperen. Deze groep zal ik in de komende weken ook echt actief gaan maken. Maar daar wil ik eigenlijk heel veel informatie met jullie op delen. Dus ja, mocht je mensen hebben die nauw betrokken willen blijven, dan... En de groep is beschikbaar, deel dat dan ook zeker met mensen met wie je dat belangrijk vindt. Dan hebben we een Telegram groep, daar deel ik ook alle informatie op. Mocht er een kanaal uitvallen, dan is er altijd nog een plan B, C en D en E, zodat we toch met elkaar in contact kunnen blijven, zodat ik uiteindelijk toch kan communiceren, zodat jullie toch op de een of andere manier de informatie tot jullie kunnen nemen. Dan hebben we een nieuwe site, dat is www.ust.inc. Dat is de overkoepelende site voor Unitsky String Technologies. Er is ook nog een site www.unitsky.com, werkt ook. Dan hebben we nog de persoonlijke website van Anatoly Unitsky, dat is www.unitsky.engineer. En we hebben de Facebookgroep waarin ik dagelijks, zodra er een update beschikbaar komt ook die zo snel mogelijk met jullie deel. Mocht je nou vragen hebben met betrekking tot een betaling of dat je ergens niet uitkomt met betrekking tot je account, dan kun je Nettie Sommers of mij altijd bellen. Wij zijn niet, ja, het klinkt misschien heel banaal, heel cru, wij zijn niet meer bereikbaar voor vragen van goh, ik zit al sinds die en die datum bij het project. Ik ben het een beetje kwijtgeraakt, zou je ons weer op de hoogte willen brengen? Dat neemt heel veel tijd in beslag. Onze tijd is eigenlijk vrij limited, vrij kostbaar. Dat bedoel ik niet negatief, want natuurlijk willen we jullie graag helpen. Maar we proberen daarom alle informatie zo goed mogelijk met jullie te delen, zodat jullie uiteindelijk ook de rode draad kunnen volgen. Maar nogmaals, mocht je een vraag hebben waarbij je er niet meer uitkomt, dus waarbij je niet meer uitkomt bijvoorbeeld met de helpdesk, waarbij je vastdraait, aarzel niet, schroom niet, contacteer een van ons zeer zeker en we proberen jullie zo goed mogelijk te helpen. Ik ben hier bij het einde gekomen van mijn presentatie. Ik wil jullie ontzettend danken voor jullie tijd, aandacht en energie. En er rest mij weinig anders te zeggen dat ik jullie weer hoop te zien op een van de eerstvolgende webinars. En die zal worden gegeven door mijn collega Nettie Sommers. Ik wens jullie nog een fijne avond. Nogmaals, hartelijk dank.